Ik tegen mijn vrouw, uh, vorig jaar dus, hè? ik uh, moet nu in de verleden tijd praten, maar uh, vorig jaar, ik wil een jaar lang uh, echt de tijd ervoor nemen om te gaan werken, voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn vrouw. Uh, ik weet niet exact wat ik wil gaan doen, maar uh, ik vind dat een goed idee. En daarmee uh, wil ik andere mensen gaan helpen. Nou, een high five en een knuffel en een kus en we gaan ervoor. <laughs> Hartstikke mooi. En uh, toen dacht ik, ik ga een jaar lang rennen. En dat jaar, dat kwam echt uit het idee van. Ik wil eigenlijk. Ik weet zo intens goed hoe het is in het Prinses Maxima Centrum. En dat is niet alleen met kerst. Dat is niet alleen op een verjaardag. Maar dat is morgens vroeg, s'avonds laat, in de regen afgelopen zondag. <laughs> altijd. En ik ga aan al die kinderen en ouders laten zien. dat er minstens één iemand is die elke dag aan ze denkt. Mm. Nou, toen ik dat eenmaal had, toen kreeg ik zoveel vuur en energie in me. dat ik dacht: let's go, we gaan ervoor. Ja, en dat heeft niet alleen veel betekend voor uh, die ouders en, mm. en, en kinderen die dat allemaal nu meemaken. Maar er werd ook aan jou gedacht. Want ja. uh, je hebt zoveel liefde gekregen van, van Nederland ja. en zoveel mooie mensen. Wat, wat heeft je daarin het meest verrast of verblijd eigenlijk? Nou, het heeft dus. Uh, het heeft, het heeft... Ja, het heeft enorm gewerkt. Ik had het niet durven dromen dat het zo mooi zou zijn. Ik dacht inderdaad, als ik een paar mensen kan helpen ergens in Nederland. die ook een steentje in de rug kunnen gebruiken. dat zal het heel mooi zijn. En zelf dan krijg ik ook liefde. en kijk hoe dat gaat. Maar dat is ja, dat is, dat is waanzinnig. Het is ja. echt, er hebben iets van 50.000 mensen een donatie gedaan. Nou, en ik heb echt miljoenen. Uh, uh, likes en shares gehad van mensen die me allemaal steunen. En ook allemaal eigenlijk een DM sturen. Dus een berichtje of een mailtje. Ze weten me altijd wel te vinden met... Jeroen, fantastisch. En ga ervoor. En we steunen je. En als ik iets voor je kan doen, laat het ons weten. En echt, Nederland is echt een fantastisch land. Als je je hart opent en je vraagt om hulp en om steun... dan krijg je echt de liefde van de hele wereld. Dat is gewoon zo.